Sadie, hoe is het met Sadie? Oh, heel, heel goed. Oh, ja? Ze is nu Sadie-killer en de suspect. Haar band is geweldig. Ze ziet er gelukkig uit. Zonder mij. Waarschuwing. Wat gebeurt er? Lars? 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 Kapitein Lars, een enorm oorlogsschip nadert snel. En hij is hier al over 5 kwarts. Wat is uw bevel? Ik begrijp er niets van. Waarom heeft ze het zo naar de zin zonder mij? Weet ze eigenlijk wel dat ik hier ben gestorven? Natuurlijk weet ze dat. Ze is vreselijk ongerust. Nog maar 3 kwarts hier vandaan. Wat moeten we doen? We zouden de warp kunnen verlaten om ze in de val te lokken, maar dat is te riskant. Of misschien kunnen we ons op een planeet verstoppen? Ik weet het niet. Wat doe je normaal gesproken? Normaal gesproken? Normaal gesproken volgen we kapitein Lars zijn bevel. Kapitein Lars heeft zoveel risico voor ons gelopen. We hebben hem nodig. Oh nee! Straks gaat het alarm af. We zijn in gevaar. Hoor je dat, Lars? Je bemanning heeft je nodig. Je snapt het niet, hè, Steven. Dat is mijn plek. Ik zou in plaats van haar met de koele gasten moeten omgaan. Ze pakt me terug voor alles wat ik heb gedaan. Denk je nou echt dat Sadie haar leven op deze manier leidt om jou terug te kunnen pakken? Maar waarom heeft ze altijd zoveel plezier zonder mij? Omdat het leven doorgaat. Wat er ook gebeurt. Ze was zo van streek toen ze erachter kwam dat jij vast zat in de ruimte. Ze mist je vreselijk, maar ze kan niet alleen maar verdrietig zijn. Ze gaat nu om met de koele gasten en nam ontslag bij Reuzendonut. Allemaal alleen maar om zich beter te voelen. En kijk naar jou! Steven vertelde me dat je in een grot op de thuisplaneet zat. Maar niet dus. Hier ben je, vechtend voor vrijheid, samen met allerlei nieuwe vrienden. Doe jij al deze dingen soms om Sadie pijn te doen? Nee, ik doe deze dingen omdat ik moet. Ik zou nooit iets doen om Sadie pijn te doen, omdat... Omdat? Omdat? Jullie beste vrienden zijn! En beste vrienden willen elkaar absoluut geen pijn doen. Stevonnie, een beleving. Wauw. Hij is hier. Een keizerlijk oorlogsschip heeft ons weten in te halen. Wat? Een keizerlijk oorlogsschip? De toekomstjager. Hun gevaarlijkste wapens staan op ons gericht. Ze richten hun grootste wapens op ons, hè? Met zo'n oorlogsschip zou Smaragd ons in 1 tel kunnen vernietigen. Als ze dat echt zou willen. Natuurlijk wil ze dat! Inkomend bericht van de toekomstjager. Op het scherm graag. Dacht je nou echt dat ik er niet in zou slagen om mijn eigen ruimteschip te traceren? De gespecialiseerde stuwraketten van de zonneverbrander geven een energieteken af dat ik zelfs vanaf de andere kant van het heelal nog zou herkennen. Goed, geef jullie over... Of jullie zijn er geweest. Ik geef mezelf niet over. Knal ons maar tot stof, zoals je altijd al wilde. Oké, dan. Bereid jullie maar alvast voor op het einde. Lars, waar ben je mee bezig? Laat het schild vallen, Rodoniet. Maar dan zijn we onbeschermd voor hun aanval. We maken geen enkele kans. Vertrouw me. Alles komt goed. Laat het schild vallen. Maar... De wapens van de vijand zijn voor 90% geladen. Ze bereiden zich voor om te vuren. Omlaag dat schild! Dit is een bevel! Schild omlaag. Tweeling, wat is onze status? Onze wapens en schilden zijn buiten werking, maar... Maar voor de rest, alles goed. En we... leven nog? De lasers hebben ons slechts geschampt. Smaragd kan ons ieder moment aanvallen, maar... ze gaat ons missen, met opzet. Bingo, bongo. Zeg, waar zijn jullie mee bezig? Je hebt dus wel een hart, of niet soms, Smaragd? Wat? Je wilt niet dat er iets met dit schip gebeurt. Je houdt van dit schip. Het is je beste vriend. Je zou het nog liever laten gaan dan het te vernietigen. Lars, ik heb je gemist. Daar heb je gelijk in. Ik zal mijn mooie schip nooit vernietigen. Maar ik zorg er wel voor dat jij niet mee wegkomt. Recht op de Nova Stu-raketten!